Een rollator wordt ingezet bij mensen die problemen hebben om het evenwicht te houden en voor mensen die pijn hebben aan benen of rug. Het hulpmiddel is ook handig voor mensen met een beperkt uithoudingsvermogen, want op het zitje kunt u even uitrusten. De meeste rollators hebben een dienblad of mandje, zodat u boodschappen en andere spullen kunt meenemen. Een rollator met drie wielen is wendbaarder dan een met vier wielen en bovendien compacter. Knap hem weer even uit. Je fixeert hem even door dit goed naar beneden te duwen. Het nadeel van de driewieler is dat hij minder stabiel is. Deze rollator heeft wat bredere wielen, waardoor die bij uitstek geschikt is voor gebruik buitenshuis. Dit is een wat ouder type rollator, een wat zwaardere rollator ook en daardoor wat lastiger om in de auto te tillen. Er is ook een lichtgewicht rollator en die is gemakkelijk mee te nemen in bijvoorbeeld een auto. Soms zijn de wielen massief. Dat is bij het buitenlopen minder prettig, omdat het meer hobbelt. Ook op dit model is het mogelijk om even te gaan zitten om even uit te rusten. Als leunen op de handen niet goed gaat vanwege pols- of handklachten, kan een rollator met onderarmschalen uitkomst bieden. Dit is een speciale rollator voor mensen die veel last hebben van polsgewrichten, handgewrichten. Denk bijvoorbeeld aan reumapatiënten. Hierdoor is het mogelijk om op de onderarmen te steunen, waardoor er met deze rollator toch gelopen kan worden.